Yo, gast van Veldrixen, welkom bij weer een nieuwe video. Vanavond gaan we echt iets super engs doen. Ten eerste, we staan hier in een verlaten ziekenhuis. En ten tweede... gaan we geesten oproepen. Juist, we gaan geesten oproepen op een plek waar mensen zijn overleden. Super ziek. Maar om er nog een stapje bovenop te doen, gaan we zijn broer keihard pranken. Juist, we gaan echt geesten oproepen. En terwijl we dat doen, gaan we deuren open en dicht slaan. We gaan hem helemaal de stuip op het lijf jagen. Ik heb er super veel zin in. En dit wordt echt fucking vet. Laat even een blauw duimpje omhoog om ons even te supporten. Want dit is natuurlijk echt iets super ziek om te doen. En trouwens bedankt voor de 9000 abonnees alweer. Gaat super snel de laatste tijd. Deel deze video ook even met je vrienden. Zodat 10.000 misschien binnenkort al volgende week. En ik zou zeggen, veel plezier om te kijken. We gaan zo meteen Yuri pranken. We gaan hem echt keihard de gaas nemen met allemaal gekke pranks. We gaan deuren laten dichtvallen terwijl de geesten aan het oproepen zijn in een fucking verlaten ziekenhuis. En wat het enge is aan een verlaten ziekenhuis... zijn mensen doodgegaan. Er zijn gewoon mensen doodgaan. Dus al die geesten die er hangen zijn gewoon fucking ziek in hun hoofd en... gewoon foute geesten. Ja, gewoon foute geesten. Dus alle krachten die we straks gaan aantrekken zijn negatief. Ik weet niet of ik te nuchter ben voor geesten of ik erin moet geloven of dat het... Ik weet niet, man. Mijn moeder zei vroeger altijd, sowieso nooit met geesten kloten, dus... Ja, het is ook wel. Iedereen op de... We hebben net opgezocht op sites en overal stond, als je geen professional bent, niet doen. Nee. En wat gaan wij doen? Wij gaan het doen. Aan het einde hebben we ook nog een gigantisch speciale verrassing voor me, waar ik echt dood van gaat schrikken. En dat wordt fucking vet. Ik heb ook niet dat het gast, moet ik door de bosjes gaan kruipen met dat ding. Ja, dat kan gewoon. Oké, mensen, dit is echt fucking kut. Het is veel te nat, dus we gaan even omlopen. We gaan gewoon via de hoofdingang gaan we gewoon over het beveiligde hek in klimmen. Dat is wel kut, want er staan gewoon allemaal huizen omheen die ons kunnen zien. En dat risico moeten we gewoon gaan nemen. Gewoon in één keer been eroverheen naar springen. Bob, doe niet zo van handen. Ga spring! Zo fucking eng dit, joh. Moet je... Oké, mensen, we zijn nu in een bijgebouwtje of zo waar we in, maar daarachter, dat is dus het grote gebouw. En daar moeten we zien te komen. We gaan helemaal op de bovenste verdieping weer te komen. Daar gaan we een kamertje uitzoeken voor Yuri. Dan gaan we alles neerzetten, halen we hem op bij het station en dan gaat het beginnen. Oké, Yuri, bereid je voor op de engste dag van je leven. Er is idee. Zullen we via dat hek kijken of gewoon een ladder? Ja, ik weet het echt niet, hoor. Ik zweer, dit ding valt om. Ja. Als je boven bent, komt de zwaartekracht boven. Dit lukt echt niet. Nee, geloof me, als dit ding valt, ben je dood in Boxmeer. Je wilt niet in Brabant dood gevonden worden. Ik weet niet of dat hek... Nee, gast. Oh mijn god. Ja, ik vond het. Oké, loop maar. Waar is de rest? Nee, kom op, we gaan geen lefte optrekken, dat is echt lijp. Ik stond ergens bovenop. Gast, hoe hoog is dit gebouw? Oké, mensen, we staan op de 8e verdieping van het Maasziekenhuis. Oké, we moeten sowieso even alle kamers bekijken of er geen zwerf of zo ergens zit. Ja, precies, want straks hebben we een kamer waar we die trap voor Yuri gaan inzetten. En als er dan opeens een zwerf achter ons staat... dat wil ik niet hebben. What the fuck is dit, man? Het is de griezelzolder. Ik weet zeker dat je naar boven wil. Gast. Neem mijn licht mee. Maar dit is onze kamer. Dit wordt hem. Ja? Dit is onze spookkamer. Oké, gast, dit is uiteindelijk de kamer geworden waar we mee gaan pranken. Echt, het is fucking eng hier. Dit is echt een soort van de meetkamer. Dit is de hoofdschakelaar van de lift. Hier zijn allemaal knoppen, ik weet niet wat het betekent. Deze kan dicht. En we hebben een lift. De enige kamer met een deur. We gaan Yuri nu ophalen bij het station en dan zien we jullie zo meteen hier weer.
Het is wel gruwelijk, man. Ja, lijkt me wel. Oké, mensen, we zijn met z'n allen, zijn we Bob, Yuri, Govert, de Heilige Geest en Mark. En de beschermer Mike. En de beschermer Mike. We hebben kaarsen neergezet, we hebben een lange kaars, we hebben een aantal vaccinen, precies zoals het moet volgens de regels van de site. En we gaan nu spelen. Are there any ghosts here? Ik vind het fucking eng. Nog een keer. 3, 2, 1. Are there any ghosts here? Gast, we zijn bezig, man. We staan hier. Ja, er gebeurt gewoon niks. Vertel jullie maar af. Dan een kutgebouw. 3, 2, 1. Are there any ghosts here? Nee, nog een keer. Zeg je dat? Ja. Gast, wat? Met die vingers. Nee, ik doe het toch. Nee. Gast, ik kan niet eens. Ik heb niet eens grip zo houden. Ik kan niet eens duwen als je zo doet. Oké, gast, we gaan nu serieus doen. Ja. En ja. Iedereen lost erop. Niemand gaat lopen kloten met het ding. Ik ga dingen super verkeerd. 3, 2, 1. Are there any ghosts here? Are there any ghosts here? Holy shit. Hij glijdt gewoon. Jezus, hij zegt. Gast, ik ben hier helemaal. Ik word hier helemaal gestoord van. Hoe kunnen. Het voelt echt niet fijn, dit. Ik wil echt niet boos. Auw, dit is fucking kut. Ik heb zelf. Telkens dacht ik gewoon op YouTube van dit is fucking nep, maar. Nee, iemand zit gewoon niet te fucken. We kunnen toch geen geesten bestaan? We moeten nu weer doorgaan, hè? Jullie, even serieus, wat denk jij? Nee, ik denk niet dat er geesten kunnen bestaan. Wat dan? Wat ben je? Ja, ik weet niet. Niemand zat in druk. Als we even, kom op. Even serieus. We gaan nu niet prank of lollig doen. Nee. Iedereen even eerlijk. Mart, heb jij dat gedaan? Nee. Jij? Nee. Weet je zeker? Ja. Jij, Bob? Nee, echt niet. Ik zag onze vingers ook gewoon los. Nee, sowieso niet. Gast, laten we gewoon verder gaan. Want je kan sowieso niet stoppen zonder dat hij zegt goodbye, hè? Ja. Holy shit. Dus we gaan gewoon sowieso door. Echt, ik ben fucking bang hier. Gast, kom, we gaan door. We moeten doorgaan. Oké. Gast, wat doen we hier, joh? Serieus? Dat is wel gewoon weg. Hadden we nu gewoon bier kunnen drinken en achterin? Hou je bek, man. Ik deed niks. Oh, shit. Kom, we gaan naar huis. Ja, ik vind het niet meer leuk. Ik wil ook naar huis. Gast. Ja, ik wil gewoon doorgaan, ik weet niet. Wat de fuck was die deur? Ah! Hoe kan je doorgaan? Gaan? Ja. Hoe was het jou? Ouwe, je kan niet gewoon maar weglopen bij zo'n bord, hè? Wel! Nee, dat kan niet. Hoe staat dat op internet? Dan komen ze altijd achter je aan. Nee, daar hier. Ik zweer het, je moet gewoon goed afsluiten, hè? Hoe altijd. Je moet op gedag zeggen, als hij naar het goodbye gaat, ben je er vanaf. Als hij niet naar het goodbye gaat, dan blijft hij altijd bij. Maar wat gebeurt er dan? Ja, geen idee, gast, ik weet toch ook niet. Ja, nou, waarom zijn we hier aan begonnen? Joh? Kunnen we de bord niet verbranden en dan gaan? Van de twee handen? Ja. Beter gaat hij nu gelijk. Zullen we vragen weg mogen? Ja, nu. Can we go away? Yeah. Can we go away? Oké, 3, 2, 1. Can we go away? 3, 2, 1. Can we go away? Nee. Hou je bek. Nee, joh. What do you want from us? Hij lijkt al weg, zo. Gast. Holy shit. Oh, wat gebeurde er? Huh? Zag je dat? Nee. Oh, ik vind het echt niet chill, man. Nee. Hoorde je dat niet? Je hoorde die kaars kunnen doen. Nee, maar natuurlijk. Fuck die geesten, we gaan nu naar huis. Ja. Ik wil het niet. Ja, ik fuck dit goed afsluiten. Dan spelen we gewoon eens een spelletje mee. Moeten er juist tegenin gaan. Gast, je kan er niet tegenin gaan. Even serieus. Je moet het gewoon afsluiten, weet je? Nee, maar je ziet op internet, dragen we overal staan wat voor dat fout gaan. Als we niet Mike, wat met denk respect zouden handelen. Moet doorgaan. Ja, maar nee, hij zei goodbye. We staan in inflatie, ik huis fucking 2 uur s'nachts. Hij zit als de kutte hier. Het is fucking. Ja, fuck ouwe. We zitten in de top van een verlaten ziekenhuis. Fucking kutte. Do you wanna kill us? Als je bent ingezien. Oh, what the fuck doe je nou? Nee, hou je bent. Oh my god. Jezus. We gaan nu naar huis. Kom weg eruit. Fuck doet dat? Oh shit! Dat was allemaal een prank, man. Oh, je bent. Wij zaten gewoon steeds te denken te verschuiven. En alles is net. Sorry man, ik zweer het. Ja. Ik was zo bang. Weet je wat het was? Jij was mijn vriendin en we moesten gewoon in iemand pranken. En ja, snap je? Je was weg, dus we moesten je ook.
Kom maar, kom. Maar je reageerde goed. Ja, ik had het idee dat je het gewoon echt geloofde. Ja, het was gewoon heel groot geloof in de kerk. Wat de fuck dacht je toen dat ding ging bewegen? Ja, eerst dacht ik van, dat doe je nu met de vingers, weet je wel. Ja. En toen zaten ze super los op. Ja. En toen, ja. Want dat is vet, Bossen, maar ik stel die vraag. Dus jij kijkt naar mij, weet je wel. Ik deed losse vingers. Je keek onze kant op. En terwijl je onze kant op keek, dan was ik ook juist wat Mart het dan deed. Oh mijn god, toch niet Mart, hè? Oh. Toch Mart! Ja. En na een tijdje hoorden we allemaal geluid. De deur ging dicht en dat klompje, weet je wel, daar is een buurt, dat heeft Mike gedaan. Dat was Mike. We hebben afgesproken dat Mike de achtergrond deed. Hij heeft een tijdje een kaars aan, hij heeft die kaars in de vingers gedaan. En Bob en ik, die deden gewoon alsof ze helemaal niks van Volg deze boys op Instagram en mij natuurlijk ook. En dan zou ik zeggen, ik zie je de volgende week. Zondag om 7 uur. Blijf op de video.